Hayley Steinfeld en Most Girls. De eerste muziek in deze uitzending. En we hebben inmiddels aan de telefoon ook de eerste gast in deze uitzending. En dat is Rolf Wennekes. Meneer Wennekes, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u bij ons in de uitzending bent. En we spreken met u naar aanleiding van uw nieuwe boek. En dat is uw vierde boek, als ik het goed heb gezien. En wij spraken eerder ook al over een vorige publicatie van u. Uw nieuwste boek heet Het Hellend Vlak, een novelistisch portret. En het gaat, als ik het allemaal... Ik heb een stukje van kunnen lezen ter voorbereiding op dit gesprek. Eigenlijk over uw grootvader, hè? Dat klopt, ja. Ja. Om het kort samen te vatten, hij was boekhandelaar in Nijmegen. Ja. En had in de oorlog sympathieën met het Duitse regime. Ja, eigenlijk al ver voor de oorlog. Dat begon al in 1923. Hij droeg de Duitse cultuur een heel warm hart toe. Heeft er ook zelfs reizen georganiseerd naar het Rijnland, naar Bonn, naar Keulen. En op een gegeven moment werd zijn enthousiasme eigenlijk steeds groter. Dan heeft hij ook niet onder stoelen en banken gestoken. Ja, en toen kwam natuurlijk het keerpunt. Ja, want de etalage van zijn boekhandel lag vol met Duitse literatuur. En ook wel literatuur die het regime vriendelijk gezind was, als ik het zo mag zeggen. Maar ja, zeker. Dat is hem niet al te best bekomen, hè? Nee, zijn etalage lag eigenlijk wel vol met niet alleen pro-Duitse, maar ook met antisemitische, anti-Engelse en ook anti-Russische literatuur. Eigenlijk helemaal in de lijn van de nationaal-socialistische ideologie. Maar dat is hem duur te staan gekomen, als ik uw boek goed heb gelezen. Hij is gearresteerd kort na de bevrijding van Nijmegen. En eigenlijk nog tot ver in 1945 in gevangenschap gezeten. En niet onder fijne omstandigheden. Nee, dat is juist. Hij is in september 1944 opgepakt door de politieke opsporingsdienst. Verhoord en toen meteen gevangen gezet. Toen nog in Nijmegen, waar hij 3 maanden gezeten heeft. En in december 1944 is hij toen overgebracht naar kamp Vught. En daar heeft hij tot september, oktober 1945 vastgezeten. Ja. Ja, en de omstandigheden in het kamp waren natuurlijk verschrikkelijk. Ja, want dat is wat weinig mensen misschien weten. Kamp Vught is natuurlijk bekend als kamp van de nazi's zelf, hè, die daar mensen onder barre omstandigheden hebben opgesloten. Maar dat kamp is na de oorlog door de geallieerden en de Nederlanders gebruikt om mensen die ervan verdacht werden in de oorlog verkeerde dingen te hebben gedaan, om die op te sluiten. Maar dat was onder even slechte omstandigheden, als ik uw boek goed lees. Dat vermoeden heb ik wel. Ik heb uiteraard wel wat uitvoerig onderzoek gedaan. En gezien hoe KZ Herzogenbosch, zoals het aan het begin heette, overging in het interneringskamp Vught. Later heeft het ook nog een functie gekregen voor mensen uit Indonesië. Dus ja, dat kamp heeft eigenlijk 3 levens gehad. En dat tweede leven, zeg maar als interneringskamp, ja, dat was toch een... De bewakers die hadden toch veel rancune. Ja. En die wilden flink afrekenen. Ja, ik heb daar toch... Wat ik beschrijf, dat laveert uiteraard tussen fictie en feit. Maar het... Het treft wel de omstandigheden zoals die ook daar waren. Dat weet ik wel zeker. Want ja, de verhalen die heb ik toch wel in aanzet en soms vrij uitvoerig gelezen over de wantoestand. Ja, wat bracht u ertoe om dit verleden van uw grootvader het eerst te onderzoeken en dan ook te beschrijven? Uitgangspunt was nieuwsgierigheid, denk ik wel. Ja, want u wist van zijn bestaan en u wist misschien ook wel dat er verhalen over hem bestonden. Maar misschien niet in detail, want u schrijft dat u eigenlijk zeer uitgebreid onderzoek heeft gedaan, hè? Dat klopt, ja. In eerste instantie, ja, ik kende mijn grootvader wel tot ongeveer mijn 10e. En het huis waar zich het verhaal grotendeels ook in afspeelt, dat ken ik ook van binnen. Maar daar heerste altijd een soort geheim.
over het verleden. En al, ik wist dat mijn grootvader in kamp Vught gezeten had. Vught. Maar onder welke omstandigheden en waarom, dat wist ik niet. Dus ik heb op een gegeven moment een aanvraag ingediend bij het Nationaal Archief voor Bijzondere Rechtspleging in Den Haag. En dan moet je aantonen dat degene overleden is en dat je zelf een relatie bent of een onderzoeksmotief hebt. En het archief meldde dat ze 2 dossiers hadden. Daar ben ik toen naartoe gegaan, heb die bestudeerd. Ja, toen viel mijn mond natuurlijk wel open, ja. Ja, want dat was het dossier van de politieke opsporingsdienst? Klopt, ja. Ja. En van het militair gezag. Ja. 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 Ik kan me voorstellen, want het is natuurlijk toch een bijzonder verhaal. Als u nu terugkijkt, was uw grootvader dan meer een meeloper of iemand die actief zich inzette voor het bezettingsregime? Ik denk ergens tussenin. Hij was toch, ja, met zijn boekhandel was hij natuurlijk wel een verspreider van de ideologie. Ja, want dat is eigenlijk, als ik het boek lees, ook een beetje de afweging geweest die natuurlijk in die tijd plaatsvond van de opsporingsinstanties. Van wat voor iemand hebben we hier voor ons? Is dat iemand die heeft meegelopen of is dat iemand die ernstiger toe te rekenen is? Ja, het is wel ernstiger. Ik bedoel, hij is, en dat weet ik vrijwel zeker, nooit en niet lid geweest van de NSB. Maar hij is wel lid geweest van de Cultuurkamer, afdeling Letteren. Hij is lid geweest van een stichting die samenwerking zocht tussen de Duitse en de Nederlandse cultuur onder Arthur Seyss-Inquart. Dus hij heeft ook wel foute Duitsers en Nederlanders over de vloer gehad. Nee, hij zat in de verkeerde, hij zat echt in de verkeerde kringen. Hij zat, ja zeker. Ja. En u beschrijft dat hij al vroeg interesse had in de Duitse cultuur en het Duitse land. U heeft zelf ook een beroepsmatige interesse in de Duitse taal en cultuur. Ja, is dat een toeval? Of heeft dat iets te maken ook met de interesse van uw grootvader? Dat is pure toeval, ja. Het is eigenlijk te gek voor woorden, maar de plekken waar mijn grootvader in 1925 reizen naartoe georganiseerd heeft, daar is mijn vader uiteindelijk heen verplaatst als buitenlands correspondent voor de persgroep als in Bonn. Dus die plekken, dat besefte ik toen niet en niemand niet. Ja. Maar die plekken, daar heb ik 20 jaar gewoond. Daar heb ik met daar bent u opgegroeid. Ja. Ja, dat klopt. Wat bijzonder, ja. Hè? Ja, heel absurd. Ja. Bizar. Ja. En brengt dit dan ook een beetje de cirkel rond voor u? Of is dat zo niet te zien? Ja, zeker. Zeker. Die toeval die zorgt er wel voor dat het puzzelstukjes zijn die het geheel compleet maken. Dat klopt. Ja. Als we nou naar deze tijd kijken, want toen ik in uw boek las, moest ik toch onwillekeurig aan deze tijd denken. We hebben vorige week de hele situatie gehad in de Verenigde Staten, dat mensen het kapitool bestormen. En dan zie ik de parallellen van, zijn dat mensen, relatief onschuldige mensen die zich verkeerde dingen in hun hoofd laten prenten? Of zijn er ook mensen erbij die moedwillig heel veel kwaad willen aanrichten? En ik trok een beetje toen ik uw boek las die parallel. En hoe gaan we dan daarmee om? Dat heeft uw grootvader ook getroffen. Hoe gaan we om met iemand die zich bepaalde gedragingen heeft veroorloofd in de oorlogstijd? En past daar dan een straf bij? En welke? En als iemand dan weer terugkeert in de samenleving, hoe gaat dat dan? Ik zie wel parallellen met deze tijd. Ja, dat zag ik bij het schrijven ook. Niet dat ik een waarschuwende vinger wil opheffen, maar ik zag vandaar ook de titel Het Hellend Vlak. Ja. Het begint ergens en je daalt steeds dieper af en als dan de kritische massa bereikt is, dan slaat de historie om. Dat had natuurlijk ook in Washington kunnen gebeuren. Ja. Als eenmaal een populist genoeg draagvlak krijgt en genoeg mensen achter zich schaart,
dan kan de meute bij wijze van spreken heel snel voor een uitholling van de democratie zorgen. Ja, want u schrijft op bladzijde 69 is dat van uw boek. Daar haalt u de rechtbank aan, al dan niet in halve fictie, maar daar schrijft u: foute Nederlanders, zo menen zij, de rechters, hebben zelf nauwelijks schuld aan hun foute keuze, die eerder toe te schrijven is aan hun persoonlijkheid en aan de morele ontwrichting, ook al voor de oorlog, die ook al voor de oorlog heeft bestaan. En ja, dat is een zin die me wel trof. Ja, dat is een uitspraak van een stichting die eigenlijk mensen, foute Nederlanders, wil laten terugstromen in de samenleving. En die daar onder die, dat is niet een rechtbank, maar een stichting. Daar viel ook mijn grootvader onder, want hij kreeg een bewindvoerder. Ja. Vijf jaar lang heeft hij zijn zaak niet mogen betreden. Dus ja. 1951 is hij weer een beetje actief in de boekhandel. En ook zijn pand kreeg hij op een gegeven moment terug, want het was hem ook ontzegd, hè? Dat klopt, ja. Ja. We moeten dit gesprek, ik zou graag met u doorpraten, maar daar ontbreekt in de uitzending van nu de tijd voor, helaas. Een slotvraag nog, of twee vragen eigenlijk nog. Het speelt zich heel erg af in Nijmegen. Ik kan me voorstellen dat er ook bij de media in Nijmegen interesse is in uw boek en uw verhaal. Heeft u daar al contacten over gelegd? Ja, het gemeentearchief Nijmegen heeft belangstelling. De stichting Novio Magus heeft belangstelling. En de omroep daar, want wij zijn natuurlijk van de omroep in Oosterhout. Ja, en de Gelderlander die wil er een artikel in deze dagen komen. Ah, okay. Met een referentie. Ja, prima. Ja. Als mensen geïnteresseerd zijn in uw boek, waar is het te verkrijgen? Bij de boekhandel, liefst bij de plaatselijke boekhandel, gezien de internet gebeuren. Maar moeten ze even wachten, want die is nu dicht. Ja, maar die bezorgt ook. Oh, die bezorgt ook. Bij het Verboden Rijk is dat dan te bestellen en dan wordt het aan huis gebracht. Zeker. Nou, hoe mooi is dat? Ik beveel het van harte aan. Iedereen die persoonlijke geschiedenis van u dan, in de persoon van uw grootvader, zou willen kennen. Het Hellend Vlak, het boek van Rolf Wennekes. Meneer Wennekes, dank u wel voor het gesprek wat ik daar met u over mocht hebben. Graag gedaan. Dag, tot ziens. We gaan verder met muziek van Pharrell Williams. U kent allemaal zijn nummer Happy, maar dit is de uitvoering van Vaux en Riviera.